Ik ben Aswinta. Ik werk op de klantenservice van Delta. Ik ben 23 jaar oud en ik werk hier nu ruim een jaar. Ik kom ook uit Middelburg, dus lekker op de fiets naar mijn werk toe. We werken hier met ongeveer 60 mensen aan het beste internet van Zeeland. Dat doen we niet allemaal tegelijk uiteraard. We noemen het ploegendiensten. Wat het ook wel weer heel erg leuk maakt, doordat je altijd met andere collega's zit. Dat houdt het erg afwisselend. Nou, eigenlijk probeer ik zo blanco mogelijk een gesprek in te gaan. Omdat elke klant een ander probleem heeft. En als je van tevoren al gaat bedenken hoe iets opgelost moet gaan worden, dan ga je er niet komen. Dus ik ga gewoon het gesprek aan met de klant. Ik vraag gewoon waar heeft die klant dan precies problemen mee. En daar ga ik op inhaken. Nee, we werken niet standaard lijstjes af. De meeste problemen die wel voorkomen zijn wifi-problemen, omdat dat toch iets heel beïnvloedbaar is. Zo hebben we voorbeelden met klanten die dus totaal geen wifi hadden buiten hun woonkamer om. En dan gingen we kijken en dan hadden ze isolerende spullen tussen hun radiatoren zitten. Ze hadden betonnen muren. Nou, heel makkelijk op te lossen met een access point ertussen en de klant weer helemaal tevreden. We krijgen constant trainingen in wifi-storingen, maar ook andere storingen uiteraard. En zodra er ook maar iets nieuws is, krijgen we eigenlijk weer updates daarover. We worden ook constant op de hoogte gehouden per e-mail of e-learnings krijgen we ook geregeld. Dus je bent eigenlijk wel constant up-to-date wat er aan de hand is. Nee, zelf heb ik nog niet echt iets ontvangen van een klant die heel tevreden was. Behalve natuurlijk een leuke e-mail met bedankt. Maar er zijn collega's die inderdaad een kaartje hebben ontvangen met een bedankje of een bloemetje. Dus dat is wel heel erg leuk. Vooral chocola.